Schrijversgroep 77 heeft gisteren de schrijver Chris Polane en dichter Sombra in de schijnwerpers gezet. Polane vertelde over zijn boek Waterjager, terwijl Sombra uit zijn eigen gedichtenbundel gedichten voordroeg. Sombra is op 13 februari 80 jaar geworden, terwijl Polane het succes van zijn boek vierde. Polane staat bekend om korte verhalen. Na 6 jaar schrijven bracht hij zijn eerste boek, Waterjager, vorig jaar uit. Hij gaf in grote lijnen aan wat hem heeft geïnspireerd om het verhaal te schrijven. Er zijn verschillende antwoorden hierop mogelijk, maar het is zo dat als schrijver, ik denk dat meerdere schrijvers dat hebben, zie je beelden voor je. En zo schrijf ik dan. Ik zie een beeld en ik ga het beeld beschrijven. En terwijl je dat beeld beschrijft, gaat het ook leven. Het personage komt op een gegeven moment tot leven in jouw hoofd. En je beschrijft continu beelden. Nou is het natuurlijk wel zo dat je dat ook... Het is niet zo alsof je een beeld ziet wat nergens vandaan komt. Je vormt dat beeld. Dat maakt het schrijven ook zo'n moeilijk proces. Want je weet het grootste deel van de tijd niet waar al die dingen vandaan komen. Ik schrijf vaak heel laat 's avonds. Ik schrijf het liefste tussen 1 uur 's ochtends en 4 uur 's ochtends. Dan werkt het best. Dan komen de beelden het makkelijkste. Je weet niet waar ze precies vandaan komen. Maar je gaat ze beschrijven. Het is dus ook een heel ongrijpbaar proces. Het boek beschrijft de terugkeer van een jongeman Joshua, die als kind naar Nederland is vertrokken en op zoek gaat naar zijn broer in Paramaribo. De wereld waarin hij terechtkomt staat zeer ver af van waar hij komt. Polane vertelt meer over deze personages. Is Joshua dus opgegroeid in Nederland en JC achtergebleven, opgegroeid in Suriname. En ze zijn bijna tegenovergestelde personages geworden. Joshua is heel zachtaardig en heel onzeker, is huisarts geworden. Maar JC was als kind al een vechtersbaas, heel zelfverzekerd, heel dominant. En dat is bij hem eigenlijk alleen maar nog veel sterker geworden. Dus hij is uitgegroeid tot een, ja, ik noem hem wel eens barbaars, maar hij is geen barbaar. Maar hij lost, als het niet goed schiks kan, alles op met harde hand. En daar is hij heel goed in. Ja, nee, maar jij zegt zo lief dat Joshua is naar Nederland is geëmigreerd. De manier waarop het daar staat, voel je de pijn van 2 broers die uit elkaar gerukt worden. Daar lijkt het op als je hoort, of als je leest, hoort, zie je wat ik zeg? Hoort, hoe Joshua praat. De manier waarop Joshua vertelt over de pijn die hij ervaart als Surinaamse man in Nederland opgegroeid en heeft geleerd om te praten over zijn gevoelens. Romanschrijver Chris Polane over zijn boek Waterjager gisteren bij de maandelijkse bijeenkomst van de schrijversgroep 77 in Tori Ossou.